live backstage bij de eerste editie van Casa de House. Zoals jullie horen gaat het flink los beneden. En hier backstage hebben we de eerste DJ zitten die vanavond Casa de House heeft mogen openen. Hij zit uit het noorden van het land gekomen, wel in Noord-Holland, de hoofddorp om precies te zijn. We gaan heel even aan hem vragen wat hij van de eerste editie vindt. Nou, ik vind het super georganiseerd en allereerst complimenten voor jullie organisatie. valt eigenlijk niks op aan te merken, echt een super deluxe feest. Een goede ontvangst, ook voor de DJ's en de sfeer zoals je beneden hoort nu al, is gewoon super. Dus inderdaad. We kunnen inderdaad horen dat het aardig los gaat beneden, dat kun je ongetwijfeld mee horen. Maar wat vind je eigenlijk van het concept? Wat dacht jij toen je vanuit Noord-Holland helemaal naar het oosten van het land moest komen? Want je moest behoorlijk duffen, denk ik. Ja, precies. Wat dacht je in eerste instantie? Toen je dus onderweg in de auto zat, toen je hier aankwam, wat dacht je? Casa de House, wat betekent het voor jou? Nou, op zich geeft een flyer ook al een beetje een gevoel van wat voor soort feest het wordt. Alhoewel het tegenwoordig met heel veel mooie paintjob mogelijkheden ook geen zekerheid biedt. Casa de House ziet er sowieso vernieuwend uit en het concept is gewoon heel fris en fruitig, wil ik bijna noemen. Goede line-up, goede organisatie, dat merk je meteen al. En ja, geen 13 in een dozijnfeest. En dat scheelt natuurlijk een hoop. Ook als DJ moet je daar weten waar je komt draaien. En er zijn zoveel feesten, zoveel concurrentie. Ik denk Casa de House is echt een blijver wat dit betreft. Echt gewoon heel goed geregeld. Toppen. Oké, zoals jullie horen zijn de eerste reacties heel erg positief. Ik moet zeggen, ik vermaak me ook toppen op deze avond. Ik vind het echt een superleuke avond. Laten we niet te positief worden. Er zijn ongetwijfeld ook wel kritische punten. Wat zou je zeggen van wat zouden we nog kunnen verbeteren aan dit feest? Is de locatie top? Noem iets op. Sowieso mag Hengelo meer richting Hoofddorp liggen. Ik zou zeggen, net buiten Hoofddorp bordje Hengelo. Lijkt me wel een goed idee. Iets negatiefs, ik ben positief ingesteld, dus dat is altijd lastig. Ik weet het eigenlijk niet wat dat betreft, dus heel moeilijk. Nou, al geval iemand mee. Ja, hij is positief, zoals jullie horen. Hij is heel positief, dat is goed om te horen. Toch denk ik dat er wel iets te verbeteren valt. Persoonlijk vind ik het een superleuke avond, alles loopt in de puntjes. Casa de House is een naam, die is natuurlijk niet voor niets bedacht. Jullie snappen allemaal wat Casa betekent, wat House betekent. Het is het huis van House. We hebben geprobeerd om House, die je thuis draait, die je ook graag buitenshuis wil horen, die hebben we geprobeerd in een club te brengen. En daarbij hebben we gedacht aan Club Merlijn. We vonden het een ideale locatie. Maar is het thema overgekomen? En wat betekent voor jou nou eigenlijk Casa de House? Het thema is zeker overgekomen. Het moet iets anders zijn dan wat ik al zei, een doorsneefeest. Dat doe je met line-up, maar dat doe je ook met muziekkeuze. En ik denk, zelf als DJ zijn, is dat gewoon enorm belangrijk met een overload aan muziek tegenwoordig, van waarvoor je kiest. Nou, ik zelf heb een line-up neergezet, of een set neergezet bedoel ik, qua muziek die net even iets anders is. En sluit ook echt aan bij het thema, dus wat meer gevoel. Niet alleen de commerciële knallers erin, maar gewoon mensen wat nieuws laten horen. En dat is denk ik, het nieuws laten horen met Casa de House, dat het moet een synoniem daarvoor zijn. Kijk, je hoort het, het is nog steeds positief, hartstikke leuk om te horen. Zou er nog een kleine toevoeging, wat jou betreft, want ik neem aan dat je als DJ natuurlijk wat ervaren bent. Zou er nog een kleine toevoeging zijn wat je zegt van nou, dat zou ik graag in de toekomst willen zien. Want het is een concept wat je zelf al zegt, wat duidelijk naar voren toe komt. Wat zou jij graag hier aan toe willen voegen of wat zou je graag nog meer willen zien bij dit concept? Sowieso percussie moet blijven, dat is echt een super iets natuurlijk qua muziek. Misschien iets meer visuals, iets meer aankleding nog dan het audiovisuele en het licht en het geluid. Iets mensen een thema meegeven, een giveaway of iets dergelijks, dat zou natuurlijk altijd mooi zijn. Of Candy Girls, die komen nu net binnen over, as we speak. Candy Girls, om het zo te noemen. Dus daar iets meer opsmoek, om het zo te noemen. Oké, daar hebben we geprobeerd aan te denken. Het is leuk om altijd tips te krijgen. Omdat het een speciale Sinterklaas editie is, hebben we gedacht aan alle bezoekers. Een beetje selectief natuurlijk. We hebben een aantal mensen uitgekozen die deze avond een leuk presentje hebben meegekregen. Dat is mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren. Jullie hadden er toch echt bij moeten zijn, of misschien dat jullie erbij waren, om die sponsoren te zien en om dit een hele leuke feestje mee te maken. Zoals je hoort, DJ Pin was enthousiast. En we gaan nog even door bij Casa de House. Tot ziens!